Mijn lieve kijkers, op jullie verzoek om mij voor de camera zien te eten, heb ik een nieuwe YouTube-kanaal geopend waar ik alleen eet. Het heet Suriname Food. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Ik zou zeggen gratis abonneren, ofwel subscriben en liken, comments geven, zodat ik nog lekkerder kan eten voor jullie. Welkom op mijn YouTube kanaal. Als je mijn video leuk vindt, geef me een like, abonneer en klik op de bel notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Hallo lieve mensen, welkom op mijn kanaal. Ik ga vandaag snijbonen maken. En die ga ik met droge vis maken. Dan ga ik dus mooi fijn snijden. En dan een stuk water snijden. Dan ga ik dit koken vandaag. Lekker. Dan ga ik deze weghalen. Dan ga ik mooi ding dun snijden. En lang. En dan ga ik dit bakken. Lekker. Met droge vis. Warme vis. Ja, wordt lekker hoor. Ga ik lekker smullen met wat witte warme rijst. Zo doe je dat. Veel mensen doen met apparaat snijden. Maar ik doe gewoon met mijn hand. En dat lukt me prima. En ik vind het beter. En zo ga ik één voor één snijden. Ik vind het lekker gezellig om te snijden met hand. Kijk, het is toch lekker zo dun. De snijbonen die heb ik al gesneden. Die ga ik hier. Dan ga ik in mijn snijbonen vandaag. Ik ga aardappelen zetten. Dan ga ik die fijn snijden. En dan ga ik hem bakken. Met droge vis. Dan gaat de bonen erin. Dan ga ik dat koken vandaag. Dan ga ik mijn aardappelen goed snijden. Maar met de schil. Hè. Dan ga ik hem goed wassen straks. Dan ga ik hem koken. Lekker. Jullie mogen het ook proberen. Aardappelen. Met warme vis en snijbonen. Wordt lekker smullen. Ik heb 4 aardappelen. Dan ga ik hem wassen. Ik ga mijn droge vis, warme vis, die ga ik bakken. Lekker bakken. De rest van de dingen ga ik nu snijden. Dan ga ik erin zetten. En dan ga ik mijn uien van een vloog peper erin zetten om mee te bakken. Ook wil ik jullie laten weten dat ik begonnen ben met bestelling te nemen. Als je bijvoorbeeld roti, bara, nasi enzovoort wil bestellen bij me, dan is dat mogelijk. Informatie over hoe je bestelling kunt plaatsen, kijk onderaan deze video in de omschrijving. Ga ook naar mijn Suriname Kitchen, Facebook en stuur me een bericht via Facebook Messenger. Dat komt helemaal goed. Bakken. Dan ga ik mijn aardappelen zetten. Dan ga ik die mee bakken. Heerlijk. En zo brokkelt mijn vis niet. Snap je, lieve mensen? Dan zet ik een klein beetje zout, want omdat ik niet in die vis heb al zout gedaan. En een beetje aromaat maken. Min, dat is het. Aromaat is ook zout, hè. Hij is lekker aan het bakken. Zo, lieve mensen. Mijn aardappel is al gebakken. En nu
ga ik mijn snijbonen erin zetten. Dan wordt het heerlijk. Is toch lekker, lieve mensen? Snijbonen, aardappel met warme vis. Sweetie. Mijn lieve kijkers, op jullie verzoek om mij voor de camera zien te eten, heb ik een nieuwe YouTube-kanaal geopend waar ik alleen eet. Het heet Suriname Food. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Ik zou zeggen gratis abonneren, ofwel subscriben en liken, comments geven, zodat ik nog lekkerder kan eten voor jullie. Heerlijk. Omdraaien, want die snijbonen hoeft niet gesmolten te worden hoor. Die snijbonen moet knapperig zijn. Die aardappelen. En laat wel een beetje vocht. Dat mag, maar niet te lang op de vuur zetten. Dit is hem geworden. Heerlijk. Ik zou zeggen, lieve mensen, als jullie mijn video leuk vinden, zeker liken, subscriben, comments geven en de notificatieknop drukken. En nieuwe mensen die komen bij, jullie mogen altijd abonneren, dat is gratis. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Mijn snijbonen, aardappel en droge vis is al klaar, warme vis. Dus dan ga ik ook lekker smaken. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Ger afkomt met dat video presentatie. Subscribe kanaal, like kanaal, comments dena, of notification button ko bhi daba dena, taki naya video aapko mil sake. Phir milenge. Bye bye.